In de hoofdklasse gaat FC Schavenzande op bezoek bij Smitshoek. Schavenzande doet het uitstekend, Rob. Derde op dit moment. Aan de andere kant, Smitshoek speelt vorige week uit bij Feyenoord wel gelijk. Dat is ook knap. Dat is ook zeker knap. En Schavenzande heeft op dit moment dan 3 punten meer als Smitshoek. En afgelopen zaterdag natuurlijk die 5-1 overwinning op Nootdorp. Dat ligt er ook niet om. Frank Broos had nog niet gescoord deze competitie. Schopte er nu 3 in. En ook Roy Vermolen scoorde 2 keer. Dus als je kijkt naar het Westlandse topscoresklassement, er staan geloof ik 3 spelers van Schavenzande bij de eerste 3, 4. Want je hebt natuurlijk ook nog Jure Westhoff. Die heeft er dan op dit moment al 4 in liggen. Ja, en Smitshoek is natuurlijk een lastige tegenstander. Wellicht kan Schavenzande revanche nemen voor de 5-4 nederlaag vorige seizoen. Daar bij Smitshoek. Dus ik denk dat Schavenzande met trainer Richard Elzinkraat daar zeker wel een resultaat van gaan boeken. Goed gemotiveerd in ieder geval naar Barendrecht toe. Ja. Goed, Nootdorp. Nootdorp staat een beetje triest onderaan. Speelt nu tegen Zwaluwe Vlaarlingen. Dat is natuurlijk ook niet gemakkelijk. Maar je zat nog wel een keer ook de punten moeten pakken om in ieder geval de aansluiting en de geest in de fles te houden. Klopt. Die snakken gewoon naar een overwinning, een goede pot, een 3-punter. Ze hebben echt een hele slechte reeks achter de rug tegen, zoals Rob ook al zei, tegen Schavenzande. Gewoon een maatje te klein. Ook nog rood gepakt, dat helpt ook niet. Als je dan toch tegen Zwaluwe moet gaan spelen. Zwaluwe is een degelijke subtopper. Ook al nu in deze fase, eigenlijk telt alleen maar een 3-punter thuis. En ze kunnen wat scorend vermogen gebruiken. Dus ik weet niet of die Manuel al inzetbaar is. Nou ja, goed, hij is natuurlijk inzetbaar. Alleen het probleem is natuurlijk, is hij fit genoeg? Want hij precies. Voor zichzelf maar je kan hem er maar bij hebben. En als je hem kunt inbrengen, wie weet kan hij dat doen. Ja,